De bezem gaat erdoor in de wijk Zwolle-Zuid op de laatste dag van de actieweek Nederland Schoon. Buurtverenigingen, vrijwilligers en bewoners gingen de straat op om zwerfafval op te ruimen. Ik ben er klaar voor. Zo'n 15 vrijwilligers van jong tot oud verzamelen zich aan de Isaac Oststraat. Een van de vele uitvalsplekken in Zwolle-Zuid tijdens de actieweek. Van daaruit trekken de schoonmakers, gewapend met werkhandschoenen, een grijpertje en een vuilniszak, de wijk in. Wat ben je allemaal aan het doen? Troep opruimen. En waarom doe je dat dan? Nou, dat is heel vies. Wat heb je allemaal opgeprikt al? Een bakje die heel vies is en heel veel papiertjes. Wat vind je van deze actie dan? Goed. Waarom? Nou, want dan wordt de natuur weer schoner en zo. Het is gewoon veel beter voor de natuur. Ligt hier een rommeltje, een boel? Ja, vooral in het water. Waarom doet u dit, meneer? Omdat ik het prettig vind als de woonwijk, of eigenlijk de hele leefomgeving, schoon is. En ik me heel vaak erger aan zwerfvuil. Ja. Ja, er ligt wat, hè? En er ligt hier heel wat. En dat is bekend, want ik woon hier vlakbij. En vooral van de scholieren en studenten van Windesheim ligt hier nogal wat zwerfafval. Wat bent u allemaal tegengekomen? Nou, het grootste was een bierflesje. Dat weegt ook nog een beetje mee en zo. En verder vuurwerkrestjes nog en kleine snippertjes eigenlijk meer en zo. Eigenlijk zouden we gewoon dit vaker moeten doen, zouden we dit opruimen? Dat lijkt mij niet onverstandig, ja. Dan wordt Nederland echt schoon? Ik hoop het, ja. In totaal hebben vandaag bijna 250 schoonmakers de handen uit de mouwen gestoken. In Zwolle zijn er deze week volgens de laatste tellingen zo rond de 700 vuilniszakken met zwerfafval opgehaald.